Beste kijkers, welkom bij de vierde aflevering van WBTV. Zoals u kan zien, ik ben niet de kerel. Ik zie er ook beter uit. De kerel die kon er vandaag niet zijn. Die heeft een zonneslag en die ligt in zijn bed. Ik kan niet goed tegen de warmte, denk ik. Dus ja, doe ik het hier vandaag voor jullie. We gaan beginnen met een reportage van de wedstrijd tegen AA Gent. We hadden al in de eerste helft zat het organisatorisch wel goed, maar hadden we te veel balverlies in de omschakeling. En daarom hebben we ook met Farsi in de midden ingebracht, omdat het voetballend vermogen wat groter werd. En dat heeft ons eigenlijk ook wel gelijk gegeven. Want we zaten in de tweede helft goed in de wedstrijd. We hebben ook een paar kansen gecreëerd. En als het 1-0 wordt, natuurlijk... Die laatste shot of tik, die moet erin wel. Hè. En dat is niet gebeurd. En ja, dan weet je, als die goal zou gevallen zijn, dan was het altijd voor ons. De tegenstander is natuurlijk leep. En dan valt hij één keer goed in de kluts in feite. Want die valt echt wel juist voor de voeten van de jonge Gentenaar en Benoit die komt net ietsje te laat en dan gaat hij er ook schitterend in. Dan is 0-1 en dan weten we, ja, het is over. Niet klagen van Vito. Met momenten stond hij er ook wel alleen. Ja, sommige jongens plooien ietsje te diep of te ver terug en hebben dan net niet de juiste eindpaas of komen er niet snel genoeg bij. En dat was in de eerste helft wel heel duidelijk. En we hebben dat de tweede helft trachten te veranderen. En dat is wel gelukt, want toen was er wel telkens 3-4 man in de box. En dan hangt het van kleine dingen af. Maar het zou in ieder geval niet slecht zijn, moesten we nog een tweede Vito bijkrijgen. Zodanig dat we in aanvallend opzicht ook wat sterker worden en breder worden. Want met één spits alleen, die jongen kan dat niet aan het seizoen aan. En er moet een keer iets gebeuren en dan sta je zonder. Dus sowieso moet er in het aanvallend compartiment iets bij. Het is gemakkelijk roepen om te zeggen van ja, je moet met twee spitsen spelen, maar als er geen tweede is, is dat een moeilijk verhaal. Goh, dat is toch wel zonde dat we verloren zijn. Ik had graag gewonnen. Dan, sommige mensen zullen het misschien gezien hebben, anderen niet. Onze trainer is tijdens de rust in de tribune gevlogen. Wij zijn hem eens gaan vragen wat er juist gebeurd is. Ja, kijk, als je op de bank zit, leef je op bepaalde momenten. Het zou niet goed zijn, je kunt ook een cinema spelen en er heel onbewogen bij zitten. Maar als je ziet dat, en ik herinner mij nog de strafschopfout op Brugge, op Doumbia, waar de penalty niet krijgt. En vorige week bij 1-1 wordt Van Hemelert wel onderuit gehaald, is het ook strafschop. En de beelden geven dat ook aan. En ik vond ook zaterdag, als het de derde keer is, ja, dan heb je wel een reactie in huis. Maar dit is een emotionele reactie. Maar niet om over naar huis te schrijven van gewelddadigheid of zo. En als ik andere trainers bezig zie tegen een vierde ref en tegen de lijnrechter, dan is het verhaal nog altijd net hetzelfde. Het hangt eigenlijk een beetje af van welke club, welke trainer, welke scheidsrechter. En de vierde ref die heeft vorig jaar hier twee hele slechte matchen gefloten. Waarbij dat ons punten kost en iedereen weet nog... De wedstrijd tegen Gijst, geen strafschop hinder en wel strafschop langs de andere kant. En het was de vierde ref en die ja, vond het zo nodig om, ja, om dingen, laat ons te zeggen, te gaan klikken aan de ref. En daar had hij wel gelijk in. Hè. Ik had gereageerd, maar niet in die mate om dit te moeten gaan vertellen. Of je kunt dat ook op een andere manier aanbrengen. Je kunt ook de trainer bij jou roepen. Je kunt ook zeggen van kijk, dit wil ik niet meer zien. Zin voor een verantwoordelijkheid. Maar gelijk een klein jongetje bij de scheidsrechter gaan en zeggen de coach heeft van die ploeg dit gezegd of dit gedaan. Ja, dan moet je eruit. En dat is wel een hele zwak moment van die man. Wel 2 weken geschorst. Zonder dat jij in beroep kan gaan. Ja, maar je kan wel in beroep gaan. Maar de feiten, ze hebben zichzelf een beetje ingedekt. Ze hebben zo slim geweest om te zeggen van dat er gereclameerd geweest is omwille van de buitenspelgoal, die dan ook terecht afgekeurd is. Zodanig het argument, en het ging hem over de strafschopfout, wordt daar helemaal niet in vermeld. Dus als je met andere feiten aankomt in beroep, dan krijg je daar toch nooit gelijk.
buiten en erbij, dat levert allemaal niet veel op. Ik bedoel, dat is veel heisa. Je hebt daar toch juist niks in de pap te brokken. Dus het is beter dat we gewoon heel sereen zijn en die 2 weken uitzitten, bij manier van spreken. Ga je dan zoals Mourinho met van die moderne communicatiemiddelen op de bank zitten? Allee, in de tribune zitten en dan contact hebben met jouw assistent? Ja, maar de laatste keer dat Mourinho geschorst was, zat hij op een hotelkamer. Maar dit kan ik hier niet verkocht krijgen. Ik denk alleen dat volgende week de stewards hun werk moeten doen zoals ze iedere week doen. En dat is de trainer op een plaats zetten in de tribune, dat iedereen hem kan zijn werk laten doen en dat hij gerustgelaten wordt door de andere tegenpartij. We zijn 4 speeldagen ver. We hebben 1-12. Dat is niet schitterend. Maar wij spelers en onze kapitein Larry, die blijft erin geloven. Dus we zijn hem eens gaan vragen hoe hij de balans opmaakt na de eerste weken in eerste klasse. Wat we nu kunnen doen is beginnen panikeren en uit elkaar vallen als groep. Ik denk dat we dat groepsgevoel moeten houden en dan komen we eruit. We werken zeer hard op training en dat moet zich lonen in de komende wedstrijden. Het niveau ligt hoger als tweede, dat is duidelijk. Ieder minste foutje kan afgestraft worden en dan zeker wat we tegen de topploegen ook gespeeld hebben. Maar ik denk, al bij al moeten we het positieve kunnen nemen uit onze prestaties. Hoe moeilijk is het om 17 nieuwe spelers in te passen? Dat is natuurlijk niet evident, hè. Zowel niet voor de coach als voor de ploeg zelf om op elkaar ingespeeld te geraken. En soms merk je dat ook, vorig jaar waren we blindelings op elkaar ingespeeld. En dan is het ook makkelijker om een tegenstander te verrassen. Nu zijn er al eens misverstanden of mindere passes door het andere positiespel. Maar dan kunnen we alleen maar oplossen door samen te trainen en samen matchen te spelen. Hoe je speelt ook tegen tegenstanders die 2 keer beter zijn. Ik denk, okay, er zijn heel waardevolle spelers vertrokken, maar er zijn er ook goede in de plaats gekomen. Dus, het is ook moeilijk te vergelijken, het is een ander type ploeg. Het is gewoon een ander niveau ook. De sfeer van weleer is telkens aan teruggekomen. Dat was vorig jaar ook al gegroeid tegenover het eerste seizoen na de fusie. Dat is denk ik nog maar eens tegen de lijn aan het gaan. Op verplaatsing denk ik 600 man mee. Dus, ik denk dat er weinig eerste klassers dat kunnen doen. En dan ook vooral thuis. Ik voel echt die steun en de sfeer zit er enorm in. Dus. Beste kijkers, dan is het nu tijd voor onze nieuwe rubriek, Medewerker in de Kijker. We beginnen vandaag met de Willy, bij de spelers ook gekend als Roste van de Velde. Maar jullie kennen hem ook van vorig jaar. Maar eigenlijk doet hij wel meer dan zich alleen belachelijk maken. Hij doet eigenlijk heel veel voor de club en dat zullen jullie nu zien. Ik ben Willy van der Velde, 60 jaar materiaalman, verantwoordelijk voor de kliteit van de spelers. Ik doe dit sinds de fusie met Waasland Beveren en ik doe dat in samenwerking met Lucien de Koen en André Steveling. In de zomer is er minder werk, hè. Doen ze minder kledij aan, in de winter is dat weer kledij. Sweaters, regenjassen, lange broeken, er is dan meer was bij te kijken. Dus voor 25 spelers kunnen we wel tellen hoeveel stuks dat we per dag in ons handen krijgen. Hè.
als het tweemaal training is, toch een vijftiental machine. Plus nog eens drogen, plus opvouwen, plus klaarleggen. Dus we zijn wel een hele tijd zoet met dat werken. Op verplaatsing ben ik hier om 10 uur. De kledij klaarleggen, alles inpakken in de valies. En dan vertrekken wij een half uur voor de spelersbus op verplaatsing en leggen de kledij klaar in de bezoekende cabine. In ontspanning. Ik heb een hobby. Contact met de spelers is perfect. Contact met de trainer is perfect. Dus het is een leuke hobby. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. En zeg Willy, bedankt voor alles. Hè.